Hallo allemaal, hier ben ik weer, Delilah Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te zetten, zodat je meldingen krijgt als ik een video upload. Nou, lieve mensen, we zijn beland bij Redevoering 22. Dit is het boek van Saint-Germain, voor wie je nu voor het eerst kijkt. En wil je nou de hele serie bekijken, kijk dan even in de playlist bij Saint-Germain. Het werkboek van Saint-Germain. En dan kun je dus de hele serie bekijken. Redevoering 22. Saint-Germain, 15 december 1932. Aanroeping. Oneindige, eeuwige tegenwoordigheid. Uw licht en uw overvloed aan substantie zijn alomtegenwoordig en allesdoordringend. Wij geven het bewustzijn een heel bewuste richting. En wij geven vorm aan al het goede dat wij wensen. Wij loven en danken u voor uw intelligente werking in het denkvermogen van deze mensen. Tevens loven en danken wij u omdat u hen met uw liefde, uw wijsheid en uw kracht leidt naar en verheft tot volkomen volmaaktheid. Ik groet u vanwege de opgevarenen die steeds de boodschappers van het licht dienen en hen hullen in hun mantel van licht, verlichting en bescherming. Redevoering. Ik was niet van plan om nu reeds de onwenselijkheid van om het even welke gedachte of omstandigheid op psychische niveau uit te leggen. Maar aangezien de vraag gesteld is, zal ik dit bespreken. Eerst en vooral moet de student begrijpen dat wat het psychische of spiritistische niveau genoemd wordt, helemaal niets te maken heeft met spiritualiteit. Ja? Spiritisme bedoelen ze dus de geestenwereld. Spiritualiteit is zelfontwikkeling. Spiritisme is een vermogen van het menselijke bewustzijn waar mensen die dit voldoende aandacht schenken gebruik kunnen van maken. De persoon die alleen het psychische niveau wenst te bereiken, zij het bewust of onbewust, was beter nooit geboren in deze belichaming. Ik verzeker u dat de fascinatie voor het verschijnsel van het spiritisme hoogst aanlokkelijk is. Maar de mensen van wie de aandacht stevig verankerd is in het psychische niveau, kunnen zich hieruit niet meer terugtrekken in deze incarnatie. Het vergt zelfs verscheidene incarnaties om zich hiervan volledig te bevrijden. In alle bewustzijnslagen is er een deel versluierd waarheid. Anders zou het onmogelijk zijn iets in stand te houden. Want u moet begrijpen dat de goddelijke energie in alle zaken en in elke handeling in meerdere of mindere mate werkzaam is. Ze wordt verkeerd gebruikt, maar niet tegenstaande, dit is ze werkzaam. De ernstige student zal geen aandacht schenken aan het verschijnsel van spiritistische zien of horen. Hij begrijpt dat hij zich met zijn innerlijke wilskracht onmiddellijk een weg moet banen doorheen zijn persoonlijkheid en binnentreden in de elektronische cirkel, waar enkel de waarheid tot uitdrukking wordt gebracht. Precies, dat hoor je heel veel, hè? Dat ze zich laten channelen. Of ze zijn gechanneld en gechanneld en ze zijn allemaal gechanneld. Ja, ook gebruiken ze dit zodat ze zelf niet verantwoordelijk aangesproken kunnen worden. Zij het gezegd hebben. Nee, want ze hebben het gechanneld gekregen, weet je wel. Maar er zijn mensen die zich echt laten channelen en waar dus niet meer vanuit hunzelf, vanuit hun eigen tegenwoordigheid, dus vanuit hun licht spreekt. Deze laten anderen spreken en hun gebruiken als kanaal. Nou, en dat is ook wat ermee bedoeld wordt, hè? Dat je je laat channelen of zo. Of dat je een geest in je aura neemt, omdat je dan denkt, die doet het voor me. Dat is dus helemaal niet nodig en beter daar dus ook geen aandacht aan schenken. Ja, dat je dat verschijnsel, dat niet interessant moet zijn. Dat je, weet ik veel, dat doen ze toch ook met glaasje draaien. Of dat, vroeger als kind heb ik ook dat gedaan hoor. Toen wist ik het ook allemaal niet, vond ik interessant. En toen zit je nog op een lagere energie, ben je dan eigenlijk bezig. Hè? Want de dood is een lage energie.
Dat betekent alleen niet dat ze weg zijn. Hè? Ook voor mensen die bijvoorbeeld een dierbare hebben die overleden is. En dat is natuurlijk heel fijn om te weten of erachter te komen dat diegene dan ook daadwerkelijk nog steeds is en dat de dood niet bestaat. Hè? Dat het de geest er nog steeds is, het lichaam is dan wel vergaan. Hè? Maar dat hun dierbaren nog zijn, dat is juist heel fijn om te weten. Alleen je moet je er niet door laten leiden. En het is gewoon een opstap naar wat natuurlijk al in duisternis, in magisch iets of weet ik veel wat gehuld is, of dat het allemaal niet bestaat. Het is er zeker. Alleen je mag je er niet door laten leiden en ook dat hele channelen gebeuren. Weet je, je kan wel ingegeven krijgen, hè, want er zijn natuurlijk ook, net als de heerschaar, zoals ze dat hier noemen, de meesters. Die ons helpen en dat je ingevingen krijgt. Maar dat betekent wel dat je het zelf moet gaan omzetten en dat je je niet over laat nemen. Beminde studenten, het is noodzakelijk dat ik u dit uitleg. Maar ik zou willen dat u erop let dat dit u niet beangstigt. Hetgeen wij kennen als de duistere kracht in deze wereld werkt hoofdzakelijk in de spiritistische laag van het denken en voelen. Nou, precies, hè? De hele duisternis, het hele satanisme, weet ik het al, zijn alleen maar bezig met geesten opwekken en een glaasje draaien en dat, hoe heet dat kruis wat ze altijd gebruiken? Die hexagram, weet ik het veel allemaal. Dat is alleen maar bezig met dat soort dingen. Het is voorgevallen dat zielen met een prachtige innerlijke vervolmaking de ware werkelijkheid van hetgeen waarover ik spreek, niet begrepen hebben. Zij hebben toegelaten dat hun aandacht naar deze laag werd getrokken, omdat dit psychische vermogen vroegtijdig ontwaakte, doordat hen een schijn van waarheid en enkele verschijnselen werden voorgehouden. Dit was voldoende om hun aandacht vast te houden. Wanneer de aandacht eenmaal gevestigd is, ondervindt iedereen zonder uitzondering dat de schijnbare waarheid verdwijnt. Het kenmerk dat misschien het boeiendste is, zijn de valse voorspellingen die gedaan worden en die er aanleiding toe geven dat de mensen ondoordachte voorspellingen gaan doen. Af en toe geraakt iemand hiervan zodanig vervuld dat hij zijn aandacht nog sterker verankert. Precies, dat gaat het dan ook weer over natuurlijk. Mensen die met verkeerde voorspellingen bezig zijn, hè? Of dat ze zeggen van ja, Ik heb gezien dat die en die dood is gegaan. Of ik heb het voorgevoeld. Dat hoor ik heel vaak hoor. Dat ze zeggen, ja, ik heb al gevoeld wie de dood ging. Dat zijn op een hele lage energie bezig. Hoor je zoveel mensen zeggen. Tuurlijk kan je dat voelen, maar je kan het ook omdraaien. Ja, dat is juist de bedoeling om dat naar het positieve te wenden. En als je zoiets voelt om met die mensen misschien te gaan praten. Juist om naar een hoger bewustzijn te brengen. En dat diegene niet dood hoeft te gaan. Maar sommigen zijn zo gefascineerd door rampen en negatieve dingen. en dat ze dat dan hebben aangevoeld, dat is fascinerend. En zo werken de vele dokters ook. Hè? Niet allemaal, maar de meeste wel. Ze worden ze ook opgeleid. Dat ze maar al te blij kunnen zijn als ze wat gevonden hebben. En dat ze diegene kunnen zeggen van nou, u heeft nog maar 3 maanden te leven of zo, weet je wel. Dat is ook heeft allemaal met voorspellingen te maken. En voorspelling is niet verkeerd zolang het positief is. Met deze voorspellingen wordt altijd een bepaalde substantie in het brein gebracht. Momenteel mag ik dit niet verder uitleggen aan u. Dit maakt het zelfs voor de meesters onmogelijk om tussen beiden te komen, om deze persoon te helpen. Want hij heeft dit uit vrije wil aanvaard. Ja, dus als je dus een geloof in een negatief iets hebt. Ja, in een vloek. Je moet het maar zien als een vloek. Als iemand iets tegen je zegt om dan zoveel maanden te leven. Of jou gaat iets ernstigs overkomen. Of binnenkort gaat er een hele grote wereldramp gebeuren. Dan kunnen mensen daar zo in verankerd raken. Ja, dat is een vloek eigenlijk die over je heen heerst. Of het zal je nooit bereiken. Je gaat het nooit. Dus dat. Er zijn echter enkele gevallen waarbij een persoon zijn vergissing besefte voordat hij te ver was gegaan. Door zijn vurige roep om bevrijding werd een van onze broeders gezonden om deze persoon volledig te verlossen. Af en toe is er een zeldzaam wezen dat door zijn grote zuiverheid door deze spiritistische laag gaat,
zonder het ooit te weten of ermee in contact te komen. Deze mensen hebben dan ook erg veel geluk. De krachten in deze laag werken onmiddellijk op het emotionele, met name op de passie van de persoon. Want deze emotie is het gemakkelijkste te bereiken vanuit het spiritistische gebied. Mannen en vrouwen die de controle verloren hebben om hun passies te beheersen, zij het seksuele passie of woede, zij bewust of onbewust verstrikt geraakt in de spiritistische laag van gedachten en emoties. Daardoor openen zij de deuren van hun prachtige en wonderlijke goddelijke tempels. Doorheen deze open deur verstevigen de krachten uit de spiritistische laag hun greep op hen, waardoor de eigen passie uitgroeit tot iets wat deze personen niet meer in de hand hebben. Terwijl ze deze passie in normale omstandigheden wel zouden kunnen beheersen. Zulke mensen zouden veel beter in een nest ratelslangen trappen, want dan zouden ze slechts uit hun lichaam treden en vrij zijn. Maar eens dat ze verstrikt geraken in deze spiritistische sferen, zijn ze er dikwijls gedurende vele incarnaties aan gebonden. Dat is natuurlijk ook wat je, hè, die creep tarotkaarten heeft ontwikkeld. Hoe heet hij nou, die Engert? Nou, ik zal het hieronder zetten, dan kun je het lezen wat ik bedoel. Ik weet even zijn naam nu even niet meer. Zo'n creep vind ik het. In ieder geval heeft ook alleen maar satanisme. En die doen allemaal aan seksmagie. Ja, en dat is ook wat er natuurlijk mee bedoeld wordt. Hè? Dat is de vrije seks en de vrije liefde. En dat je eigenlijk zo op een laag niveau alleen maar met die lust bezig bent. En dat je daarin dus gaat verliezen. Ja? Want dan is het seksmagie. En daar gaan ze dus de meest vreselijke dingen doen. Dus dat doet, zoveel incarnaties moet je dus dan doen om daar dus van los te komen. Is toch eigenlijk minimaal. Waarom is dit? Omdat ze in hun mentale lichaam alles uit deze sfeer opnemen. En ze weten niet hoe ze zichzelf hiervan kunnen bevrijden. Als gevolg hiervan worden deze zielen weer geboren met dezelfde neiging. Totdat ze na de tweede of derde incarnatie de verdorven schepsels worden die u rondom u ziet. Waar u ook gaat. Ja. Is toch erg? Ze hebben allemaal zijn dus getrapt in deze walgelijkheden. Soms is de invloed hiervan zo sluipend dat dit gedurende een lange periode verborgen blijft voor de buitenwereld. En dat het schandelijke werk in het geheim wordt verder gezet. Nu komt het hartverscheurendste deel van deze uiteenzetting. Ik bedoel hiermee dat dit hartverscheurend lijkt voor de buitenwereld. In de hogere sferen van activiteit zijn er grote en mooie zielen die vrijwillig naar deze gebieden komen om te helpen. Door middel van hun straling verbreken zij de greep van de spiritistische krachten, satanistische krachten, op de mensheid. Deze vrijwilligers zijn zowel mannen als vrouwen. Meestal echter zijn het vrouwen. Dit verklaart waarom prachtige zielen in een vrouwelijke incarnatie zich in het huwelijk verenigen met een mannelijke ziel die verstrikt geraakt is in deze spiritistische toestand. Aha. Dikwijls worden personen die op deze manier verstrikt zitten, zeer sluw en zij spelen met een opmerkelijke nauwkeurigheid in op de ontvankelijkheid van anderen. Op deze manier zorgen zij er dikwijls voor dat andere mensen waarmee ze in contact komen een tijd lang denken dat hetgeen zij voorspiegelen werkelijkheid is. Indien personen die op het punt staan zich te verenigen in het huwelijk tot de God in henzelf, de machtige ik ben tegenwoordigheid zouden uitroepen, indien dit huwelijk gesloten wordt vanuit passioneel verlangen, laat het dan nooit plaatsvinden. Dan zou op deze manier veel pijn en verdriet vermeden worden. Ja, dus passioneel, dus als het hè, met lust zal zijn. Nu komen we bij het belangrijkste deel. Diegenen die inzicht krijgen in de ware betekenis van de machtige ik ben tegenwoordigheid, door hun eigen inspanning of door het onderricht dat hen gegeven is, weten dat de ik ben het ware en machtige zelf is. En ze blijven er trouw aan. Ze kunnen nooit opnieuw in deze disharmonische zaken betrokken worden. Tenzij vrijwillig vanuit de hogere sferen, maar dan weten ze precies wat ze aan het doen zijn. Voornamelijk in oorlogstijd staan de mensen open voor dit spiritistische niveau.
Ja, in oorlogstijd worden ze helemaal gek gemaakt met alle gore dingen. En ja, zodat ze dus andere mensen kunnen doden. Omdat ze dus helemaal gebrainwashed worden met seksmagie. En dat ze alles mogen en dat alles kan. En dat hun veel rijkdom beloofd wordt. Dat is wat ermee bedoeld wordt, hè. Ze laten ze overnemen voorbij hun ethische gedrag en voorbij hun geweten. En het geweten wordt omzeild door te denken dat ze het doen voor een hoger doel. En het hogere doel is dan een of ander beeld wat ze aanbidden. Nou ja, zo gaat het maar door. En ze verliezen zichzelf. Dus bijgevolg is het steeds vastgesteld dat er na een oorlog altijd een grotere uitbarsting van onbeheerste passie is dan in eender welke andere periode. Ja, heftig, hè? De kennis hiervan mag er geenszins de aanleiding toe zijn dat iemand angst heeft voor deze spiritistische laag. Je moet erboven staan, je moet er macht over hebben. Ja, en je moet niet bang zijn dat jij verleid kan worden, want jij kan niet verleid worden. Jij weet dit nu, je bent niet meer naïef. Ja, dus hiermee doe je afstand. Hoe verleidelijk het ook ze zullen brengen, hè, dat je zoveel duizenden vrouwen krijgt, of zoveel duizenden knappe mannen. Of hoe heerlijk het wel niet kan zijn als je met meerdere mannen of meerdere vrouwen seks mag hebben. Weet je wel, hoe ze het allemaal brengen of dat er geen grenzen meer zijn. En oh, iedereen moet vrij zijn. En, goh, wil je een vrouw zijn, mag je een vrouw zijn. Wil je een man zijn, wil je een man. Alles is mogelijk. Ja, dus, oh, de vrijheid. Ze denken dat dat vrijheid is. Ze denken dat van God los vrijheid is. En dat is hoe verleidelijk en hoe genieperig en hoe gemeen ze dit brengen, dat mensen hierin ingezogen worden. Ja, dus hier mag je niet bang voor zijn dat het jou overkomt. Wanneer studenten hiervoor angst hebben, moeten ze zich onmiddellijk bewust worden. Dit moet je dan tegen jezelf zeggen. Ik ben de leidende meesterlijke tegenwoordigheid. Ja, dus niemand heeft macht over jou. En ik ben steeds zegevierend. Onmiddellijk zullen ze de kracht vinden om het hoofd te bieden aan om het even wat zich voordoet en om dit onbevreesd en rustig te doorstaan. Jezus stelde voor deze uitleg te geven terwijl de studenten onder de drievoudige straling waren. Deze drievoudige straling betekent de straling van Jezus altijd de drievoudige werking van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, of de ik ben tegenwoordigheid in zich draagt. Iedereen die zich wendt tot de ik ben tegenwoordigheid ontvangt de drievoudige werking, zolang hij dit blijft doen. De drievoudige werking bekrachtigt steeds zichzelf. En dat is ook, zou je dit gedaan hebben? Zou je aan orgies gedaan hebben? Of weet ik het veel, wat voor dingen? Stel, je bent hier al een keer in meegetrokken. Je hebt, weet ik veel, flink met drugs geëxperimenteerd, waardoor je ook dus niet meer weet wat je doet. Of drank, of weet ik veel wat. Vergeef jezelf. Heel belangrijk. Vergeef jezelf en je hebt altijd de keuze nu om dus deze snaar te verbreken. En je zelf weer onder de loep te nemen. Ja, dit ego een rotschop te geven. En weer je eigen controle over je leven te nemen. Ja? Ga niet jezelf de schuld geven of straffen of weet ik veel wat. Zodra je naar een hoger bewustzijn gaat, is alles al vergeven. Ja? En dan laat je dingen los. Wat je ook gedaan mag hebben. Dit is vergeten en vergeven. Het gaat erom dat je het nu voor jezelf bevrijdt dus van al deze ellende. Astrologie. Een van de droevigste zaken die ik u moet vertellen is dit. Velen van diegenen die horoscopen proberen te trekken, zijn onbewust in de valstrik van het spiritisme getrapt. Ze zijn er ontvankelijk voor en ze duiden de ongunstige omstandigheden die enkel in deze laag bestaan. En dit heb ik al meerdere malen verteld. Er zijn toch mensen die niet snappen wat hiermee bedoeld wordt. Want volgens mij zag ik dat laatst nog. Volgens mij kreeg ik een bericht van iemand. Volgens mij onder een van de vorige video's. En die zei ook, ja maar nee, astrologie moet je niet zo zien. Of astrologie heeft mij geholpen. Want het zijn wel dingen die erin kloppen. Of daar kon ik me wel in vinden.
Hetzelfde als met numerologie. Of... Tuurlijk, ja. Tuurlijk, als jij dus nog verdwaald bent, want dat is het, dan zoek je houvast, zoek je hulp. Ja, en zoek je dingen buiten jezelf om een verklaring te krijgen van de dingen die er zijn. Maar astrologie, kijk, dan gaan we het hier verder lezen. Dit is een hoogst ongelukkige houding, want de persoon is er zich totaal niet van bewust dat hij zijn deur heeft geopend, totdat hij zo verstrikt geraakt is dat geen enkel argument of geen enkele discussie zijn geloof in astrologie nog zal veranderen. De laatste 20 jaar is het pad van de astrologie meer voor dit doel bewandeld dan voor enig ander. Hierdoor gebeurt het dikwijls dat de gedachte of de straling vanuit deze laag zegt dat een persoon bepaalde situaties zal meemaken die hij niet kan vermijden. Ja, dus het is een vloek wat over je heen gegoten wordt. Ja, tenzij je dus mensen hebt die jou hier heel goed in onderrichten, zoals ik, mijn moeder en zus doen. Ja, en dat je je eigen leven in de hand hebt. En dat je sowieso negatieve dingen worden bij ons niet gezegd. Ja, want wij doen niet aan vloeken. Wanneer het niet met zoveel woorden gezegd wordt, dan wordt het gevoeld door de straling. Dit is een van de voornaamste redenen waarom de laatste aardbeving van Atlantis plaatsvond en waarom de overgrote meerderheid van de Atlantische bevolking weigerde te luisteren naar de wijsheid van de meesters die vanuit de hogere werkelijkheid de vernieling van Atlantis voorspelden. Maar dat is ook weer een negatieve voorspelling. Beminde studenten, ik begrijp dat sommigen onder u die erg geïnteresseerd waren in hun eigen horoscoop denken dat ik meedogenloos ben. Dit is echter niet het geval, maar mijn liefde voor u is groot genoeg om u de zuivere waarheid te vertellen. Je hebt je eigen leven in de hand. Dat is wat hij hier wil zeggen. Je hoeft niet naar een... dat iemand anders heeft opgeschreven, een of andere astrologisch sterretje, weet ik het veel, ja. En die schrijft daar iets op dat dit jou gaat overkomen of hoe jij bent. Ja, je bent een kind van de kosmos. Tijd bestaat niet. Astrologie heeft met tijd te maken. Dat jij geboren bent in een bepaalde soort sfeer. En ze houden je in die sfeer. Dat je er niet meer uit kan. Ja, want oh, wat ben je? Oh, je bent ram? Oh, nou, dan ben je een doorzetter. Ja, ben ik zeker. Ik ben absoluut een doorzetter. Maar iemand die vis is, kan ook een doorzetter zijn. Ja? Iemand die leeuw is, kan ook een doorzetter zijn. Ja, al die horoscopen kunnen doorzetter zijn. Het is onzin. Ja? En zei, oh, wat ben je? Ja, tuurlijk. Nou, ik laat maar die mensen die waan. Want het heeft soms geen nut om daar toch iets over te zeggen. Ik vind het helemaal prima. Maar ja, weet je, die horoscopen, dat is jou in een hokje duwen. Oh, ben jij, ben je boogschutter? Oh nee, dan matcht het niet. Nee, dan matcht het niet. Of ben jij weegschaal? Matcht het ook niet. Oh nee, ben je altijd alles aan het afwegen? Weet je, het is heel irritant. Gelijk een oordeel wordt er over je geveld. Dit is echter niet het geval, maar mijn liefde voor u is groot genoeg om u de zuivere waarheid te vertellen. Indien u de waarheid die ik u zeg niet kunt geloven, dan moet u uw eigen weg gaan. Ja. Want u bent wezens met een vrije wil en ik wens hierin niet te interfereren. Ik ben enkel diegene die het voorrecht geniet u de weg te mogen tonen. Mensen die vastberaden aansluiten bij de ik ben tegenwoordigheid, hoeven nooit en nergens bevreesd te zijn voor deze zaken. Want de ik ben tegenwoordigheid zal hen de juiste richting wijzen en hen stevig op de ware weg van het licht houden. Vanop deze weg kunnen zij met precieze nauwkeurigheid de gouden trap beklimmen naar een volledige heerschappij en volmaaktheid. Ik verzeker u, beminden, dat mijn hart met alle kracht uitgaat naar de mensen die geboeid zijn door astrologie. Want ze zijn zich totaal niet bewust dat het pad dat ze zijn opgegaan bezaaid ligt met doornen. Deze zullen in hun voeten dringen en ze zullen het uitschreeuwen van de pijn. Enkel wanneer deze marteling ondraaglijk wordt, zullen ze met hun hele wezen uitschreeuwen. God, toon mij de ware weg. Beminde studenten die zo ernstig het licht zoeken, u weet dat er slechts één tegenwoordigheid is
die uw onoverwinnelijke bescherming is, namelijk de grote Ik Ben Tegenwoordigheid, God in u. Ja? We hebben behoefte en wijze raad. En geen vloeken of iets wat je opgelegd wordt. Wijze raad. Dus is er iemand met wijze raad, dan luister daarnaar waar je wat van kan leren. Schenk nooit aandacht aan zaken als astrologie, numerologie, spiritisme of een van de vele leringen die uw aandacht wegtrekken van de machtige Ik Ben Tegenwoordigheid die uw ware zelf is. Ja? Wanneer u zich altijd wendt tot uw Ik Ben Tegenwoordigheid, dan zal zij u leiden op het pad van het licht dat bezaaid is met de zeldzaamste bloemen. Het is er ook allemaal gekomen doordat mensen hunzelf kwijt waren. Hè? Dus dan gaan ze op zoek naar hulp. Ik snap het helemaal. Kijk, bij ons komen natuurlijk ook enorm veel mensen, omdat ze op zoek zijn naar hulp. Maar gelukkig zijn ze bij ons dan in goede handen. Maar weet je, er zijn ook vast anderen hoor, die het goed bedoelen en goed bezig zijn. Maar ja, wij brengen ze gelijk naar deze kennis. Ja, dat je het zelf in de hand hebt. Hun fijnere geur zal u omhullen met de kracht en de vrede die het menselijke begrip overstijgt. De vredige rust van de persoonlijkheid zal u in staat stellen binnen te treden in de grote stilte, waar u de grootste overwinnelijke werking van God zult vinden, met name de Ik Ben Tegenwoordigheid. Beminden, u moet weliswaar verstaan dat u geen twee meesters kunt dienen, met het vooruitzicht een of andere overwinning te behalen. U hebt een vrije wil en u moet kiezen. Indien u voor het materiële en het wereldlijke kiest en uw onoverwinnelijke Ik Ben Tegenwoordigheid vergeet, dan is mijn liefde met u. Ze zal u omhullen met haar machtige mantel van bescherming tot het ogenblik dat u ervoor kiest terug te keren naar de ene God. Indien u verkiest trouw te blijven aan uw Ik Ben Tegenwoordigheid, dan zal uw strijd snel gestreden zijn. U zult ervaren dat u zich beweegt in de sfeer van vrede, harmonie en volmaaktheid. Vandaar zult u naar de driedimensionale wereld kijken met groot mededogen, maar nooit met de menselijke sympathie die uw eigen groei zou belemmeren. Dit herinnert ons aan de aloude uitspraak: zoek eerst het koninkrijk der hemelen en al het andere wordt op uw bevel toegevoegd of geschonken, zodat u het kunt gebruiken. Dit hemelse koninkrijk is de grote Ik Ben Tegenwoordigheid, uw enige werkelijkheid, die de bezitter en de schenker is van alles wat gecreëerd en verwezenlijk is. Beminde studenten, is het niet eigenaardig dat iemand zo lang ronddoolt in disharmonie en beperking, terwijl de meesterlijke tegenwoordigheid van licht, de Ik Ben Tegenwoordigheid, altijd aan zijn zijde staat, wachtend tot hij beslist zich tot haar te wenden en haar stralende glorievolle zegeningen van volmaaktheid te ontvangen in elke stoffelijke manifestatie. Zoiets is uw voorrecht, beminden. Ondanks alle menselijke activiteit in de sfeer en de lesgroepen, werkelijk goddelijk. Nochtans vind ik het spijtig dat sommigen het ware belang van hun Ik Ben Tegenwoordigheid niet gevoeld hebben en dat zij nog steeds reiken naar materiële zaken. Maar ik wacht en ik omhul hen met mijn liefde, want zij hebben een vrije wil. Misschien ben ik een beetje ouderwets, maar wanneer ik mensen zie die erg goed en zuiver zijn, dan zou ik hen willen verheffen en hen blijven omhelzen tot ze het belang van hun machtige Ik Ben Tegenwoordigheid ten volle zouden beseffen. Dat heb ik ook. Ik heb zo zin om iedereen te knuffelen die daar allemaal een beetje snapt. Heerlijk. En ook mezelf. Maar ik mag dit niet doen, want ik weet maar al te goed dat een ieder die nog naar materiële zaken verlangt, zich hieraan moet overgeven, totdat dit verlangen niet meer aanwezig is. En dat moet ook begrepen worden met dat verlangen, hè? Want je mag absoluut, het heeft helemaal niks met mogen te maken. Het is vooral als je snapt dat je alles al bezit, dan hoef je het niet meer na te jagen. Dat is het, ja? Want je leeft nog in tekort wanneer je er naar een verlangen hebt dat alles opzij gezet moet worden voor dat verlangen. En
Dat is eigenlijk de achterliggende gedachte, dat je niet in tekort leeft. Dat je blijft beseffen dat je alles al bezit. Je hebt het reeds al allemaal. Het is hier in het universum voor je aanwezig. Alleen omdat je nog in een andere dimensie zit, hè, met je bewustzijn. En dat kun je gewoon verhogen door het te gaan begrijpen. Dan leef je in die overvloed. Maar omdat je nog niet in die hogere dimensie zit, dus in een lagere dimensie, zie je het nog niet. En dan denk je, ja, waar hebben ze het over? Ja, maar hoe ga ik dan de huur betalen? Hoe ga ik dit? Hoe ga ik zus? Dus je leeft nog in tekort. De studenten moeten begrijpen dat ze hun aandacht niet kunnen verdelen tussen de ik-ben-tegenwoordigheid en materiële zaken. Want dit is zoals kiezen tegen zichzelf en dit moet vroeg of laat slecht aflopen. Alle pracht is afhankelijk van de ik-ben-tegenwoordigheid. Zij is de heerser over de vorm of zij zou het toch moeten zijn. Zij bevat alle kracht, moed en macht. Konden deze gezegende kinderen toch maar ten volle beseffen welk voorrecht hen wacht en hoe ze in een betrekkelijke korte tijd vrijheid over alle beperkingen kunnen bekomen. Dit dictaat. De situatie is als volgt. Indien studenten vragen of ze zelf naar deze dictaten mogen luisteren, dan hebben ze recht op de verklaring van datgene wat noodzakelijk is voor dit soort werk. Want wij weten dat dit hoogst ongebruikelijk is. Het is een feit dat de ene God altijd volmaakt is, was en zal zijn. En de ik ben is die tegenwoordigheid. Maar indien de student zich hiervan niet bewust was, moeten zijn lichaam en zijn brein een aanpassingsperiode doormaken. De aanpassing van het fysieke lichaam vergt weken, maanden of jaren, naargelang de behoefte van de student. Tot hiertoe heeft een meester bij de voorbereiding van de studenten nog nooit toegestaan dat zij in zijn eigen innerlijke elektronische cirkel kwamen. De studenten komen aan de meester of de toepassing wordt hen uitgelegd, maar ze komen nooit in de innerlijke elektronische cirkel van de meester. Het vergt 30 jaar om de elektronische cirkel die hiervoor bereid werd voor dit werk op punt te stellen. Hoe mooi de straling en de liefde van iemand ook zijn, wij hebben in deze periode van wereldcrisis geen tijd om de atomaire structuur van de hersenen van het lichaam van de studenten voor te bereiden en aan te passen. Maar door het ernstig en vastberaden gebruik van de ik-ben-tegenwoordigheid zullen ze voorbereid zijn voor de tegenwoordigheid van de opgevaren heerschaar. De atomaire structuur is een mechanisch instrument en de ontelbare deeltjes moeten werken in harmonie en volmaakte samenwerking met elkaar. De studenten begrijpen niet dat het een degelijke voorbereiding vereist wanneer een welbepaald, duidelijk omschreven specifiek werk moet gedaan worden. Ter verduidelijking stel u iemand voor die door de natuur begiftigd is met zeldzame eigenschap voor het geven van lezingen voor een groot publiek. Wanneer het de bedoeling is dat hij de hulp van de opgevaren heerschaar krijgt, dan moet hiervoor een bijzondere voorbereiding gebeuren. Deze persoon moet zodanig voorbereid worden dat hij 20 minuten tot een half uur voor de lezing volledig omgeven wordt door een buis van licht, waarin niets kan doordringen, behalve de straling van de inspirerende meester. Zegening. Machtige tegenwoordigheid, vanuit de volheid van ons hart, loven en danken wij u voor uw liefde, wijsheid en kracht. Wij loven en danken u voor de machtige stralen die vandaag naar iedere student uitgingen. Wij danken u voor de intensiteit van deze focus, die het vertrouwen van de studenten aanwakkert voor de waarheid van hun machtige tegenwoordige, ik ben, die het ware zelf is. Sterk ieder van hen met de zekere vastberadenheid om trouw te blijven aan die ene tegenwoordigheid, die alle vrijheid is, alle volmaaktheid, eeuwige jeugd en schoonheid. Nota. Vraag.
Is de god Meru groot van gestalte? Antwoord. De god Meru is ongeveer 7 voet, dat is 2 meter 13, en is prachtig gebouwd. De god Himalaya is ongeveer 7 voet en 2 duimen, dus 2 meter 18. De god Tabor is ongeveer 8 voet, 2 meter 44. Hij stamt af van een zeer, zeer oud volk. Nou, lieve mensen, we zijn aangekomen bij redevoering 23. Ik dank jullie zo weer voor het kijken en nou, dat jullie weer veel geleerd hebben hiervan. Ik wens jullie heel veel liefde en licht en gezondheid en geluk en al het moois. En tot volgende week. Doei!